Evie hier, a day out met Evie's proposal. Ik ga jullie met deze video's meenemen en kennis laten maken met leveranciers in de trouwbranche. En vandaag ben ik in een sluis en ik ga trouwjurken bekijken. Ik weet nog niet zeker of ik ze ga passen. Eigenlijk wil ik dat pas doen als ik ga trouwen, maar ik denk dat mijn nieuwsgierigheid uiteindelijk toch zo groot is dat ik het toch ga doen. Maar we zien het wel. Ga jullie mee? Hi Kelly. Hallo. Echt fantastisch hier. Hoe ben je op het idee gekomen om deze zaak te beginnen? Ik heb als weddingplanner gewerkt. Ik dacht op een gegeven moment van, nou, fantastische jurken, maar dat moet toch ook wel goedkoper kunnen. En toen ben ik eigenlijk het idee gaan uitwerken. Heb ik ondernemingsplan geschreven, bij de bank ingediend. En toen ben ik naar pandjes gaan zoeken. En voordat ik het wist, had ik een leuk, gezellig pandje met een collectie jurken. Ja, het ziet er echt gewoon super knus uit. De passage hier kende ik niet. Je past er echt perfect. Leuk hè? En ja, wat voor bruidjes komen hier nu vooral bij jou? Van alles. Van moeders die voor de tweede keer gaan trouwen, als nieuwe jonge bruidjes, bruidsmeisjes. Eigenlijk van alles wat. Maar welke stijl, hoe zou jij je stijl omschrijven? Romantisch, maar toch ook wel een tikkie stoer. En niet te tuttig. Vooral niet te tuttig. Dat is wel een beetje mijn stijl. Ik ga deze laten passen. Volgens mij heb ik aardig mooie schouders. Ik ben slank. Dat we heel goed zo'n offshore model hebben. Dus hier gaan we zo even passen. Oké. Dit is ook heel mooi. Dit is denk ik mijn favoriet. Dat is mooi. Prachtig. Wow. Echt gewoon te mooi. Je kan ze lekker bewegen in die hoepel. Goed hè? Super, echt super mooi. Ja, ik ben verliefd. Ook mooi. Dit vind ik gaaf. Dat randje. Ja, het is wel echt een hele mooie jurk. Ja, hij is gaaf, hè? En de kleur vind ik echt fantastisch. Ja? Oh, die is ook heel mooi. Weer heel anders dan die lijn. Kom maar verder, kan je kijken. Oh jeetje, wauw. Oh, die vind ik ook wel echt bizar mooi. Tadaa! Wauw! Hij zit zo lekker. Hij is licht, hè? Die glitters, hè? Het enige is, je ziet mijn billen niet. Nee. Ja, echt. En waarom ben jij zo uniek? Omdat mijn jurken heel betaalbaar zijn. Maximaal 8,99. Ik werk niet met tussenpersonen, dus de korting daarvoor gaat gelijk naar de klant. Ik heb jurken van verschillende bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn. Dus de jurken zijn eigenlijk vrij uniek. Ik verkoop eigenlijk ook alleen maar één jurk van
één jurk van dat soort. En dan daarna dan haal ik hem niet meer in de winkel. Dan bestel ik hem ook niet meer. En ja, de persoonlijke service, de sfeer van de winkel. Ja, ik denk dat dat mij wel uniek maakt. Een goede service. Ja, want met jouw jurken kan je er makkelijk ook desnoods twee kopen. Eén voor de ceremonie en één voor het feest. En dat moet jij ook doen. Ja, ja, ik kan ook even overdag en dan even s'avonds. Mijn vriend mag niet kijken. Nee, nee, het is mijn droom. Ja, wauw. Ja. En ik ben blij dat ik heb mogen kennismaken met deze droom. Dankjewel. We gaan elkaar zeker nog vaker zien. Zeker, dankjewel. Inmiddels weer thuis. Echt, mijn god, ik zou niet weten hoe ik gereden ben. Ik moest echt nog steeds over die jurken dromen. Ministry of Dresses heeft echt geweldige jurken. Mooier dan ik had verwacht. Echt waar. Ik was echt onder de indruk. En daarnaast ook... ja, het is gewoon een dagje uit bij haar in de winkel. Ze is superleuk en ze kletst lekker. Ze geeft eerlijke feedback. Ze smeert je niet zomaar een jurk aan. Ja, het was gewoon supergezellig. En wauw, je voelt je als een prinses. En echt, zoek je een jurk. Ga naar Ministry of Dresses. Serieus, ga een kijkje nemen. En het leuke is, op mijn naam, Evis Proposal, krijg je nog een leuke korting ook. Dus neem gewoon een kijkje bij haar in de winkel in Maassluis. En je zal er geen spijt van hebben. Leuk dat jullie gekeken hebben. Tot vlogs. Deze is toch ook wel leuk. Zo, off shoulder. Wat vind je? Heel gaaf. Heel stoer vooral.